Als het aan vicepresident Ronnie Brunswijk ligt, wordt Caprino Allendi, ex-vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, met staatseer begraven. Hoewel hij dat besluit overlaat aan de familie van Allendi, vindt de vicepresident dat hij dit verdient. Vandaag heeft Brunswijk een statement gemaakt over het heengaan van Caprino Allendi, waarin hij benadrukte welke rol deze politicus heeft gespeeld in de politiek en met name voor de Maron-gemeenschap. Ik ga eerst met de familie praten morgen. En als in ieder geval wanneer het zo is dat daar is dat het mag, dan zal ik daar de beroep doen op de president. Als je de naam Allendi hoort, dan inano. Want dat zijn niet al die kinderen, die kindkinderen meer, die heren en dames die afkomstig van de Mulo Latour, gaat mij alleen nooit vergeten. En in de politiek, zolang ABO bestaat, zolang BEP bestaat, zolang de politiek bestaat in Suriname, gaat Allendi blijven bestaan. Caprino Allendi heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de politieke carrière van Ronnie Brunswijk, zei de vicepresident. En ook binnen het onderwijs heeft deze grote zoon zijn sporen verdiend, met name voor de gemeenschap van Latour. Ondanks Allendi niet meer actief was in de politiek, bleef hij zich inzetten als er een beroep op hem werd gedaan. Dan een wangambige bijdrage abalayaso levernape. Misap pepe jabe demo fu pikimem guasco en i doning ay meke moji des nu setak takire me Brunswijk da ya fu bay wan sto an wan tafa chaikong da ay tekap tin yasko des na wasma bi de nyak miskap di lever wan gam bijdrage man wan te kutor ay nya politik 2014 2004 correct 2004 gomit 2005 Pebus kon even te kwam belangrijk beslissing voor Congo kon na makandi abop na nga bet. A bete ke langa. Taki ha, bay Brunswijk na spam. If one bus kon ko afesi da u mus teke abos leut ya so dat i we worko sama. En 2005 kort voor de verkiezing u bete ook to se kamei waardoor a combinatie bedena nga di bala voor wie die we konden boeskonden. En hoe vinden profijt van je? Pe, aina jalide, massa Allendi, beton, af ondervoorzitter, we kan een vicevoorzitter voor parlement. Hoewel de realiteit niet anders is, is de vicepresident erg aangeslagen door het nieuws. Brunswijk spreekt de hoop uit dat de eenheid die Allendi voor ogen had binnen de politiek nooit vergeten zal worden.